zijn de cijfers van 2014. Iedere boswachter vult dat dus in, meestal aan het einde van het jaar. Mochten jullie met jeugd gaan werken, is het dus ook de bedoeling dat jullie dat bij gaan halen van hoeveel kinderen zijn er nu geweest. En dat gaat dan mee in de jeugdregistratie. En in 2014 hadden we 750.000 kinderen in de speelbossen, vrij spelen. En ongeveer 250.000 kinderen met begeleide activiteiten, kabouterpaden, noem het allemaal op, wat straks allemaal voorbij komt. Dus totaal hebben we 1 miljoen kinderen ontvangen in onze terreinen. En dan durf ik wel te zeggen dat niet eens alles is geregistreerd natuurlijk. Dus dit zijn echt georganiseerde activiteiten, maar er zijn toch ook heel vaak mensen die op eigen gelegenheid gaan. En nou, daar zijn we best trots op dat we zoveel kinderen bedienen in Nederland en we willen daar eigenlijk alleen nog maar meer. Nou, wat ga ik vandaag vertellen? Eerst iets over het waarom, het hoe, het wat en het wie. Dan ga ik in op de landelijke producten die we hebben, landelijke jeugdproducten. En daarna ga ik nog even naar lokale, daar kan ik niet zoveel over vertellen, want dat is natuurlijk heel erg lokaal gebonden, maar ik ga er heel even bij langs. En aan het eind nog even 2 sheets over jeugdvrijwilliger zijn bij Staatsbosbeheer. Dat jullie ook zijn. Nou, waarom jeugd? Waarom is jeugd belangrijk? En eigenlijk wil ik eerst aan jullie vragen waarom jullie dat belangrijk vinden. Is er iemand die daar iets... Jeugd heeft de toekomst. Jeugd heeft de toekomst. Nog iemand? Buiten. Buiten gaan. Ja, buiten. Kinderen gaan naar buiten, ja? Laten we leven in verwondering. Beleving en verwondering, ja, heel goed. U wou nog iets zeggen? Nou, dat we de bossen en de natuur nodig hebben eigenlijk. Hè? We hebben de bossen en de natuur nodig. Nou, het zijn allemaal hele legitieme goede antwoorden. Kinderen komen te weinig ver van huis af. Ja, kinderen komen te weinig in de natuur. Ze gaan ook niet naar buiten. Nee, klopt. Het is heel goed om je dat te realiseren, van waarom doen we dat eigenlijk? Want je kunt van allerlei leuke projecten gaan doen, maar af en toe is het goed om even weer naar die essentie te gaan. En ook bij Staatsbosbeheer, wat jullie gezegd hebben, daar staan wij precies op dezelfde manier in. Ook, eigenlijk zou het woordje ook ervoor moeten, ook kinderen zijn onze core business. Natuurlijk is terreinbeheer onze core business, maar ook de kinderen en ook de educatie. Dus het is onderdeel van Staatsbosbeheer, een onderdeel van het beheer. Wij investeren in natuur en in kinderen. Dat is wat onze divisiedirecteur gezegd heeft, een quote van haar. En iemand zei het al, draagvlak voor natuur, nu en in de toekomst. Kinderen zijn de beleidsmakers van de toekomst. Dus als wij niet zorgen dat kinderen buiten komen en zich verwonderen over de natuur, dan hebben we over 20 tot 30 jaar een groot probleem. Dan krijgen we een soort... herhaling van een Bleker-incident of iets dergelijks. Nou, dat willen we graag voorkomen. Dus ook om die reden is het belangrijk om aan jeugd te doen. En het klopt, heel veel kinderen leven tegenwoordig in steden. En die komen hooguit misschien nog een keer in een park, maar die weten helemaal niet meer wat ze kunnen doen in een bos en hoe leuk het daar eigenlijk is. Nou, hoe doen we dat dan bij Staatsbosbeheer? Bij ons staat het kind centraal, dus we gaan altijd uit van de belevingswereld van het kind. En ook dus van de leeftijd van het kind. En de verwondering die eigenlijk altijd aanwezig is in de nieuwsgierigheid van kinderen, dat is het uitgangspunt. Dus daar vandaan vertrek je. Ze krijgen dus ook volop de ruimte en de vrijheid om te beleven en te ontdekken. Dus we willen voorkomen dat ze met papiertjes en pennen en potloden naar buiten worden gestuurd. En dat doen ze in de klas al genoeg. En het gaat juist om zelf doen, met de handen in de aarde zitten, je verwonderen en niet te veel een klas nabootsen, zeg maar. En wat we ook doen is samenwerken. Wij Staatsbosbeheer vinden dat erg belangrijk om altijd weer de samenwerking op te zoeken. Dus je zult zo meteen ook zien, de producten die we hebben zijn bijna allemaal in samenwerking met andere organisaties ontwikkeld. En ook lokaal kun je natuurlijk prima een samenwerking opzoeken met andere educatieve verenigingen of met bewoners of met scholen. Nou, noem het maar op. Het werd net al gezegd, beleven. En dat is eigenlijk de kern van de jeugd weten te raken, de jeugd weten te pakken. Dat is die beleving. En dat doe je bijvoorbeeld met de zintuigen, door de zintuigen te prikkelen. Door niet alleen te kijken, maar ook te ruiken, te proeven, te luisteren.
Dan zetten bijvoorbeeld wel eens kinderen 1 minuut iedereen tegen een eigen boom. En dan in stilte luisteren naar de vogels. En dan weten ze soms niet wat ze horen. En dan lekker met de handen in de aarde, zei ik het al, water en zand is natuurlijk altijd goed. Bomen voelen, je ziet daar de jongen ook bezig. Dus ook een hele leuke opdracht met een blinddoek voor bijvoorbeeld. En dan een boom voelen, zodat je niet meer met je ogen kijkt. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel erg goed passen binnen de visie van Staatsbosbeheer. En ook de fantasie van de kinderen kun je prikkelen daarin. Nou, dus beleven is contact maken, is echt contact maken met de natuur. Is actief doen. Dus de kinderen worden altijd uitgedaagd om zelf bezig te zijn, om zelf iets te ondergaan. Beleven is ook delen met elkaar. Zit je de ruimte om de kinderen elkaar te laten vertellen in tweetallen of in een kring wat ze gezien hebben, wat ze gehoord hebben. Magie en avontuur creëren. Nou, dat doe je met de opdrachten die je met de kinderen doet. Daar moet je van tevoren over nadenken natuurlijk. Wat ga je doen? En ruimte bieden voor rust en reflectie. Nou, de stilteoefening wat ik net zei, dat is daar een heel goed voorbeeld van. Sommige kinderen zijn heel erg bewegelijk en heel erg sportief. Maar je hebt natuurlijk ook kinderen die wat meer introvert zijn. En juist voor die kinderen is het heel goed om ze ook af en toe een rustmoment te bieden. Om dat even lekker te laten zakken. Alle kinderen leren op een andere manier. Dus bij alle educatieprogramma's wordt daar ook rekening mee gehouden. Nou, wat doen we dan bij Staatsbosbeheer even als organisatie? Het realiseren van meer speelnatuur. Dus dat zijn onze speelbossen, die door het hele land overal en nergens al te vinden zijn. Maar het liefst zouden we daar nog meer van realiseren. En dat gaat altijd in samenwerking met de buurt, met de omgeving. De landelijke jeugdactiviteiten, die ik zo meteen laat zien, nog beter inbedden en op meer locaties invoeren. Dus het is altijd fijn, we hebben 4 landelijke producten als die steeds groter worden en nog steeds meer plekken gaan draaien. We willen graag een kwaliteitsslag maken en aansluiten bij GroenGelinkt. En GroenGelinkt is een soort website waar natuureducatie aanbod staat voor scholen. Dus scholen kunnen daarop zoeken. En er hangt ook een kwaliteitsmeter aan vast. 2 van onze producten zitten daar al in, maar we hopen dat we dat nog uit kunnen breiden. Nou, meer jeugdvrijwilligers is ook een grote wens. Ik ben blij dat jullie met zoveel zijn hier. Want ik heb begrepen dat jullie allemaal interesse hebben in jeugd- en vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer. Dus nou, het zou heel fijn zijn als dat hier weer een paar mensen erbij betekent. En het positioneren van Staatsbosbeheer. Daar zijn we ook over nadenken hoe we dat kunnen doen. Die 1 miljoen kinderen en al die speelbossen. Nou, we doen eigenlijk heel veel op het gebied van jeugd, maar heel weinig mensen weten het. Dus ergens laten we een steentje vallen. En als je vraagt naar jeugd, dan komt iedereen met oer. Hebben jullie vast ook van gehoord. Ja, dat is van natuurmonumenten. Ja, dat is altijd dan een beetje jammer. Nou, oer, dat, zoiets kunnen wij niet neerzetten, want daar hebben we simpelweg het budget niet voor. Dat is de realiteit die bij ons helaas zo is. Dat Staatsbosbeheer het budget niet heeft en natuurmonumenten wel als vereniging? Omdat natuurmonumenten heel veel geld krijgt van de postcode-loterij en een hele grote spaarrekening heeft. Even heel plat gezegd. En wij steeds minder geld krijgen. Wij krijgen eigenlijk geen enkel budget meer voor jeugd. Dus wij moeten nu, vroeger kregen we dat van het ministerie van de EAMI. En dat is gewoon stopgezet, want onze financiering gaat nu naar de 4 provincies. Dus dat is gedecentraliseerd. En wij moeten nu echt naar de provincies toe in de komende jaren om te kijken of we daar budget kunnen krijgen. Maar zover zijn we nog niet. Maar dus het wordt nu, jeugd wordt nu betaald door bijvoorbeeld de houtverkoop. Hè. Dus de producten die geld opleveren, die bekostigen de producten die geld, waar je geld voor bij moet leggen, waaronder jeugd. Maar door regionale projectfinanciering kan het wel? Tuurlijk, ja. Sponsors zoeken, subsidies aanvragen, dat gebeurt ook volop. Zeker. Dus dit is iets waar we landelijk mee bezig zijn, maar ook lokaal bij jullie is het natuurlijk aardig als er iets in de wereld gaat komen. Om de lokale krant op te zoeken bijvoorbeeld. Of om, ik weet niet of jullie een Facebookpagina hebben of een Twitter, iemand die twittert om daar. Of een blog van de boswachter misschien. Om daar ook aan te denken als het om jeugd gaat. Het is een heel aaibaar onderwerp, zoals wij dat zeggen.
Mensen vinden het altijd leuk om daarover te lezen. Dus over het algemeen lukt het wel om daar lokaal iets over te krijgen. Die kwaliteitsslag aansluiten bij Groen Gelinkt. Ga je er maar over vertellen of niet meer? Ga je er nog wat over vertellen over Groen Gelinkt? Want, nou, kan je er iets meer over vertellen? Nou, meer dat het is een landelijke website waar de scholen op aanbod kunnen zoeken op het gebied van natuureducatie. Veel meer kan ik vertellen. Oké. Ja. Dus als wij iets organiseren, dan moet het zo in elkaar of... Nou, dat is niet zo heel simpel. Je moet echt aan kwaliteitseisen voldoen. En we hebben 2 producten die daar al op getest zijn. Dus als je zegt, nou, ik wil heel graag bij Groen Gelinkt aansluiten, dan is het handigst om 1 van die 2 producten te kiezen. Dus de kwartjes slaan, om dat zelf allemaal in van elkaar te boksen. Maar als gebied. Ja. Als gebied kun je dan. Weet ik niet. Die producten kun je ook in deze regio draaien. Ja, daar kom ik, ga ik zo over vertellen. Voor wie? Nou, voor kinderen. Hè? Maar kinderen heb je in allerlei verbanden. De basisscholen natuurlijk. Je hebt buitenschoolse opvang, BSO. En je hebt gezinnen met kinderen. En dan heb ik het even over de basisschoolleeftijd. Dat is onze belangrijkste doelgroep. Daar richten wij ons voornamelijk op. En wat minder op de middelbare scholieren. Dit vergt een andere insteek. Elk van die 3 doelgroepen heeft zijn eigen dynamiek, zullen we maar zeggen. Als je kiest voor basisscholen, dus als je naar basisschool toe gaat of ze aanschrijft of een leerkracht benadert, dan heb je dus te maken met kinderen in het schoolverband, een klas. Dus je hebt er altijd gemiddeld 25 tegelijk. Je hebt dat dan op doordeweekse dagen tussen 10 en 3 golfweg. Dat is automatisch verbonden aan een basisschool. Je krijgt de leerkrachten altijd bij en soms ook wat hulpouders, die kun je inzetten. Dat is ook het beste, want anders gaan ze thee lopen drinken. Daar heb je er helemaal last van. Ik spreek uit ervaring. Dus als je basisscholen, als je zegt van nou, we kiezen de insteek van de school. Die kinderen moeten er altijd komen, er komen altijd ouders mee. Dus dan kun je heel goed in deelgroepjes werken en die hulpouders aan het werk zetten. Door ze een opdracht te laten begeleiden. Als je dat goed voorbereidt, dan is het prima te doen. En natuurlijk wil de school echt ook dat de kinderen wat leren. De educatie staat natuurlijk dan vrij hoog in het vaandel. Dus ze moeten wel met iets terugkomen. De buitenschoolse opvang is ook groepsverband, maar vaak 4 tot 12 jaar. Dan heb je geen klassen, maar heb je allerlei verschillende leeftijden. En dat speelt zich vooraf na school af. Dus na 3 uur, van 3 tot 6, of in de vakantie. In de vakantie zitten de kinderen de hele dag op de BSO. Maar goed, dat zijn maar een aantal weken per jaar natuurlijk. En dan heb je te maken met pedagogisch medewerkers die met je meekomen. Die hebben een heel ander soort opleiding gehad dan leerkrachten over het algemeen. En bij buitenschoolse opvang gaat het ook vooral om, we gaan een leuk uitje met z'n allen hebben. We gaan leuk naar buiten en het leren is een stuk minder belangrijk dan op de basisschool. Nou, en dan de gezinnen met kinderen. Dat is natuurlijk nog weer heel anders. Er komen ouders of grootouders met kinderen naar een bezoekerscentrum of naar een speelboslocatie. En willen dan vaak zelf aan de slag of met een excursie. En dan heb je natuurlijk weer een hele andere setting met de ouders erbij. En kinderen met allerlei leeftijden. Nou, daar moet je vooral denken bijvoorbeeld aan excursies of waterbeestjes scheppen of dat soort dingen. En ook dat is natuurlijk dan na schooltijd en vooral in de weekenden. Dus het is ook goed, denk ik, om met elkaar te kijken van ja, welke tijd willen we eigenlijk? Willen we doorgaans, willen we het weekend, willen we overdag? Wat is handig voor iedereen? En welke insteek kiezen we? Die kunnen we alle 3 tegelijk willen, maar dat is misschien een beetje ambitieus. Dus voor alles is wat te zeggen, maar denk er even over na, is eigenlijk mijn advies. Nou, de landelijke jeugdactiviteiten die wij standaard hebben liggen, zeg maar, die zijn gewoon kant en klaar. Die zijn op maat gemaakt. Het gaat altijd over naar buiten. Het is wel goed om nog even duidelijk te zeggen. Wij als Bosbeheer nemen de kinderen mee naar buiten. We hebben allerlei mooie terreinen en we willen ze echt buiten hebben. En we willen voorkomen dat we de natuur de klas inhalen. Dus het wil wel eens gebeuren dat een leerkracht opbelt van ja, kun je niet een paddenstoelenles komen doen in de klas? Nou, dan moet u praten als brugman, want eigenlijk is het antwoord nee. Ze hebben allerlei digibord dingen en dat kunnen ze allemaal zelf. En dan
zij in de klas te vertellen. Ja, die kunt misschien nog wat meenemen. Dat is eigenlijk niet waar wij voor zijn. De kinderen moeten naar buiten en niet buiten naar binnen. De landelijke programma's zijn dusdanig gemaakt dat ze overal zijn uit te rollen, dus ook hier. En zijn dus in samenwerking met andere organisaties ontwikkeld. Nou, het zijn er vier, dus vier jeugdproducten die je kan inzetten. Natuurwijs, Natuursprong, de Boomfeestdag en Woordvoerders van de Natuur. En ik ga voor alle vier kort iets vertellen. We beginnen met Natuurwijs, rechtsboven het logo ook van Natuurwijs. Dat is echt gericht op scholen, dus basisscholen. Natuurwijs is eigenlijk het dichtste bij Staatsbosbeheer. Het zit het meest in onze genen, zullen we maar zeggen. Het is heel erg gericht op beleven en magie en avontuur. Er staat ook de kern is hart, hoofd en handen, maar hart staat vet gedrukt, want daar is de ingang. Waar we het net ook over hadden, beleven en het verwonderen. Het hoofd staat voor de kennis, dus er moet ook altijd een stukje kennisoverdracht zijn, maar dat komt vanuit de beleving. Dus van de beleving, daar begint het. En de handen, dat staat voor vaardigheidsdoelen. Dus bijvoorbeeld leren stil te zijn in de natuur. Of leren hoe je dennetjes moet zagen. Ja, ik kom van de Velen, dus dennetjes zagen. Ik weet niet wat ze hier noemen, riet maaien of zo. Geen idee, maar iets doen. Echt met de handen bezig zijn. Natuurwijs, het gaat altijd over buitendagen ook weer. De leerkracht doet een voorbereidende les en een verwerkingsles in de klas. En als natuurwijzer, hè, zo heet je dan als je natuurwijs buiten doet, heb je een buitendagen. Als je het volgens hoe het ooit bedacht is doet, dan heb je met een klas drie hele dagen buiten, van 10 tot 2 ongeveer. En dan kluift het ook. Als ze 3 dagen in het schooljaar met jou buiten zijn, dan hebben ze echt wel iets meegekregen. Maar je kunt ook kiezen voor een bosuitje, dus dat is even eruit. En zelfs voor een leerlijn. En dat betekent dat je met de school gaat kijken van nou, wat willen jullie? Wat moeten de kinderen leren? Bijvoorbeeld groep 5 de voedselketen, groep 6 de voedselketen. Groep 7 moet iets weten over de bodem, ik weet niet, ik verzin het maar. En je kunt dus per klas kun je daar lessen op maken. Dus in principe, de lessen van natuurwijs zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het onderwijs. En je kunt dus met een leerkracht in overleg gaan en zeggen, nou de les die jij normaal in de klas doet over die voedselketen, die doe ik buiten. Dus dan hoef je dat in de klas niet meer te doen. Nou, dat is heel aantrekkelijk voor scholen, dat het echt in het onderwijsprogramma ingebed is en aansluit op de kerndoelen van het natuuronderwijs, die overigens heel breed zijn, maar goed, dat is weinig. En je gaat dus ook altijd in overleg met de leerkracht van de klas die jij meeneemt. Dus samen ga je kijken welk onderwerp moet het hebben en welk onderwerp ga ik als natuurwijzer doen, zodat de leerkracht dat op school niet meer hoeft te doen. Wil je natuurwijs geven, dan zit daar een training aan vast. Dus, dat is een bestaande training, daar kun je ook inschrijven. Wordt gegeven door de Stichting Natuurwijs, dat is een aparte stichting inmiddels, waar Staatsbosbeheer ook in vertegenwoordigd is. Dan word je helemaal meegenomen in het concept natuurwijs, en hoe pak je dat aan, een werkvorm, een natuurbeleving, hoe sta je voor de groep, allemaal dat soort onderwerpen. Hoe lang duurt zo'n training? Training Natuurwijs is 3 keer 2 dagen, dus elke keer een blok van 2 dagen. De eerste gaat over in verbinding met de natuur, gaat over jouzelf. Met als idee, je kunt alleen de verbinding met de natuur doorgeven als je het zelf ook hebt ervaren. Dus het is echt meer dan 2 dagen voor jezelf. Dan heb je 2 dagen over werkvormen, natuurbeleving. En dan heb je 2 dagen over de didactiek en de concept-contextbenadering die altijd in de lessen zit. En over de verschillende manieren van leren van kinderen en dat soort. Van een PABO-docent is echt een goede training. Er zit heel veel in, ook een stukje verhalen vertellen zit erin bijvoorbeeld. En daarna moet je 1 keer stage lopen, dus dan je krijgt een mentor toegewezen. Dan ga je dus met de klas naar buiten en dan gaat er een mentor mee om jou feedback te geven en jou verder te helpen. Ja. Ja. Het is een heel gedegen product, maar vergt wel wat tijdsinvestering en geldinvestering.
Nou, Natuurwijs is opgezet door Staatsbosbeheer, Natuurcollege en Universiteit Utrecht. En degene die aan de basis staat van Natuurwijs, dat is Prinses Irene. Dat is eigenlijk degene die dit gecreëerd heeft uiteindelijk. Voor meer informatie natuurwijs.nl. Nog vragen over Natuurwijs trouwens. Ik klik al weer terug. Maar vragen over Natuurwijs. Er liggen ook mappen op tafel, dus jullie kunnen straks even bladeren. Wat trouwens ook heel leuk is aan Natuurwijs, als je daar klaar bent, dan is er een infotheek, dus een database. Daar krijg je dan een code voor en dan zit de wereld aan opdrachten zit daarin. Dus dan gaat de wereld voor je open, zeg maar. Met allerlei natuuropdrachten. Nou, Natuursprong. Heel wat anders. De naam zegt het al een beetje. Het gaat meer over sport en spel, dus springen onder andere. Dus veel meer op bewegen gericht. Dus Natuursprong zit ook eigenlijk op het snijvlak van natuur en gezondheid. Wat wel heel mooi is aan Natuursprong is dat bewezen is dat het effect heeft op de kinderen. Als je minimaal 4 keer per jaar met de kinderen natuursprongactiviteiten doet voor minimaal 1,5 uur. Dan is bewezen dat dat effect heeft op de kinderen en dat het hun gezondheid versterkt. Hè, dat is vooral voor de kinderen met overgewicht. Als die dit regelmatig zouden doen, dan zou het een stuk beter met ze gaan. Een stukje samenwerken zit er ook in. Allerlei. Het is echt sport en spel eigenlijk. En dat is dus veel lichter eigenlijk dan Natuurwijs. Het is de laagdrempelige ingang. En we zien dus ook ontstaan nu dat Natuurwijs op scholen gedaan wordt en dat Natuursprong vooral bij de BSO's afgenomen wordt. Dat die vooral hier interesse in hebben. En wat er vaak gebeurt is dat de pedagogisch medewerkers zelf een training gaan doen. En dat die zelf met de kinderen naar buiten gaan of soms inderdaad de vrijwilligers de training doen. En dat de vrijwilligers met de pedagogisch medewerkers natuurlijk Natuursprong uitvoeren. De doelgroep, kinderen van 4 tot 12 jaar, dat is ook echt die BSO-leeftijd. En wat wel aardig is, er is subsidieaanvraag mogelijk via de subsidieregeling Sportimpuls. Nou, daar ga ik niet helemaal op uitweiden, maar als je meer al weet, dan moet je maar even daar. Samenwerking van Staatsbosbeheer, mijn collega zit daar stevig in. Huis voor Beweging, dat is ook die de training geeft en het overzicht houdt. En bij de hele realisatie en ontwerp waren NISB, het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging, meen ik. En Jantje van Ton voor de subsidie betrokken. En ook daar is een website van natuursprong.nl. En ook daar is een spelactiviteitenmap en hier op de tafel en een DVD. Dus het is ook allemaal helemaal uitgewerkt. Het maakt eigenlijk niet uit in welk gebied je zit. Je kunt het overal uitrollen. En natuurlijk moet je als je in een opdracht niet de opdracht bomentickets kiezen. Maar er zitten genoeg opties in om waar je ook bent om dit te doen. Nog vragen over de Natuursprong? Dan heb ik nog een vraag. Is die training daarvoor ook 3 keer 2 dagen? Nee. Je kunt spelbegeleider worden en volgens mij is dat 1 dag of 2 keer een half dag. Ja, dat is echt een stuk makkelijker. Wat je wel vaak ziet is dat de mensen die die training doen al een beetje in de sportsector zitten of daar enige affiniteit mee hebben. Dat helpt natuurlijk wel. Nog andere vragen over Natuursprong? De Boomfeestdag, die heeft er vroeger aan meegedaan. Die is er heel veel eigenlijk. Dat is denk ik de oudste van het, nou weet ik wel zeker, volgens mij even kijken, was het? Even spieken. 55 jaar, nou inmiddels al 55, volgend jaar is het jubileum. Dus er wordt al 60 jaar de Landelijke Boomfeestdag georganiseerd. En dan gaan door heel Nederland gaan dus kinderen naar buiten om hun eigen boom te planten. Dat is voornamelijk bedoeld voor groep 6 en 7 van de basisschool, die worden aangeschreven en die doen daar doorgaans aan mee. Het is dus eigenlijk 1 dag, of nou eigenlijk een week volgens mij, maar officieel 1 dag, maar vaak wordt het ook in die week wel op andere plekken gedaan. Meestal in maart. De kinderen planten een boom en er zit ook altijd een thema. Elk jaar heeft een thema. Vorig jaar was het bomen en water.
En daar is er vaak is ook een lesbrief beschikbaar die docenten kunnen downloaden. En er is dus één locatie in Nederland waar echt het grote feest is. Waar vaak ook een bobo komt en van alles te doen is. Maar ook elders in het land, per provincie, worden bijna overal op verschillende locaties worden bomen geplant. Dat wordt bij Sint Bosbeheer ook veel gedaan, maar dan ben je een beetje afhankelijk van de boswachter. En als hij zegt, ik heb een plek waar bomen moeten komen, dan is dit natuurlijk een fantastische kans om dat op deze manier met de kinderen te doen. En vaak wordt er wel een programmaatje omheen gemaakt met wat opdrachtjes, want zo'n boomplanten ben je ook niet een uur mee bezig. Maar het is leuk om daar wat meer van te maken, met een lesbrief erbij bijvoorbeeld. En ik heb hier, ik ben heel slecht in getallen, dus dan moet ik altijd even kijken. Ze bestaan dus van 2 jaar geleden. Even kijken. Per jaar worden ruim 200.000 bomen geplant. En dat is ongeveer 80 voetbalvelden. Nou, dat vond ik toch wel aardig indrukwekkend. Dat wist ik zelf ook niet. Daar leer je ook weer wat van, hè, van zo'n presentatie maken. Wat heel veel mensen niet weten is dat Staatsbosbeheer de moederorganisatie is van de Stichting Boomfeestdag. Dus wij subsidiëren ook de stichting. Er is ook weer een apart groepje mensen mee bezig. Om dit jaarlijks te organiseren, een lesbrief te maken en alles wat daarbij komt kijken. Is dat alleen van Staatsbosbeheer of zijn er ook andere organisaties die dan mee? Nou, het is een aparte stichting, maar hangt direct onder Staatsbosbeheer. Ja. Het grenst natuurlijk ook heel erg aan wie wij zijn.